De PVV is zich heel goed van bewust dat onze economie nauw verweven is met het buitenland. En we zijn dan ook, hoewel iedereen dat altijd beweert, helemaal niet van terug achter de dijken. Die dijken zijn wel belangrijk, maar we moeten wel over die dijken heen kijken en ook handelen. Handel drijven. Er zijn belangen, Nederlandse belangen op het gebied van de handel en die hebben heel veel te maken met het buitenland. Daar moeten we dus stevig in investeren. Die moet onze buitenlandse dienst bevorderen en ondersteunen. En zo nodig moet onze krijgsmacht dat ook beschermen. Dat is wat ik daarover wil zeggen. En verder is het van belang dat er in de wereld stabiliteit is. En daar waar die stabiliteit gewaarborgd kan worden door onze krijgsmacht af en toe op te laten treden, moeten we dat ook niet schuwen. Verder is het ontzettend van belang dat we niet afhankelijk zijn, dames en heren, als het gaat om vitale, zeldzame grondstoffen, dat we dan niet afhankelijk zijn van een enkel land of enkele landen die politiek en cultureel heel ver van ons afstaan. Dat betekent dat we onze afhankelijkheid, en die is echt groot van zeldzame materialen, dat we die moeten diversifiëren over meerdere landen. Beter afhankelijk van meerdere landen, een klein beetje, dan van één land zoals China, heel erg afhankelijk. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben er trots op dat ik met de Partij van de Arbeid sta in een lange internationale traditie. Wij zijn een partij van open internationale samenwerking. Wij willen een menswaardig bestaan voor iedereen, een kans voor iedereen, ieder kind wat waar ook geboren wordt. Ook al word je geboren in een heel primitief en nog beginnend land als Zuid-Soedan, waarvan alles fout gaat. Als het niet fout ging, dan was het geen ontwikkelingsland. Dus dat is bijna de kwadratuur van de cirkel. Ook in dit soort landen, die juist het zelf nog niet kunnen en die internationale steun nodig hebben, willen wij present zijn, willen wij de helpende hand reiken. Dat gaat verder dan alleen maar een hulprelatie. Wij denken ook als Partij van de Arbeid dat het heel belangrijk is dat we met elkaar al die grote mondiale vraagstukken die op ons afkomen, klimaatverandering, het milieu, biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen, dat je die gezamenlijk multilateraal moet oplossen. En wij hopen dan ook op dit terrein dat we dat kunnen doen in een hele nieuwe, frisse aanpak, vol met energie en weer ja zeggen. Dank u wel. Buitenlandbeleid is er voor een duurzame, stabiele en veilige wereld. En daar hebben wij als Nederlanders profijt van. Dat is het uitgangspunt voor D66. En u ziet dat terug in de keuzes die we maken als het gaat om ontwikkelingssamenwerking, diplomatie en defensie. En wilt u een eerlijk verhaal met visie, dan zou ik zeggen, lees het programma van ontwikkeling van D66 en maak daarop uw keuze. En als het gaat om de keuze die we maken als... Ik raak hem even kwijt. Nee, dat was eigenlijk mijn kern. Misschien is het beter om hem gewoon af te sluiten. Kort houden. Kernboodschap, ja. Ja. En D66, wat is de kernboodschap? De kernboodschap is dat D66 het verhaal heeft waarin we dus kijken naar zowel de drie D's die er zijn, defensie, ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. Ja. En we maken daar die keuzes, ook als het gaat om financiële keuzes. En zoals ik al zei, het is een eerlijk verhaal met visie. En als u daarop uw keuze baseert, dan denk ik dat u op D66 uitkomt. Dank je wel. Ja, Nederland heeft een hele internationale traditie en dat heeft ons heel veel gebracht. En we zijn een van de weinige landen die heel internationaal georiënteerd zijn, of waren misschien wel. Wij maken de keuze, een hele bewuste keuze, om nog steeds internationaal actief te zijn. Omdat we weten dat het buitenland uiteindelijk de binnenlandse veiligheid, stabiliteit en economie bepaalt. En natuurlijk speelt ook de moraal een rol dat je mensen die het minder hebben, dat je die ook hoort te helpen, zeker als het jezelf goed gaat. En het gaat heel goed in Nederland, ondanks dat sommigen ons doen geloven dat het heel slecht gaat. Relatief hebben wij het nog heel goed op deze wereld. En dat betekent ook dat je dat geïntegreerde beleid, die gereedschapskist met al die instrumenten van ontwikkelingssamenwerking, van defensie, maar ook van buitenlands beleid en diplomaten, dat je dat evenwichtig moet inzetten. En dat is ook daarom dat wij op al die elementen niet willen bezuinigen. Dat we wel de discussie willen voeren over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking, maar dat we de politieke keuze maken om niet te bezuinigen. Dat betekent dat we die bezuinigingen elders moeten halen, zeker in de richting van de heer De Roon. Maar dat is wel een politieke keuze. Dank u wel. Ja, de VVD wil dat Nederland in het buitenland krachtig en zelfbewust opereert. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je ook samenwerkt met andere landen. En daarbij moet je niet in het oog verliezen dat die andere landen ook met name eerst en vooral hun eigen belang najagen. In de NAVO willen we die samenwerking gewoon in stand houden en ook zorgen dat wij zelf onze bijdrage leveren door niet onderverzekerd te raken op veiligheidsgebied met nog weer een bezuiniging op defensie. De EU is natuurlijk van belang, ook vooral voor de VVD, om gezamenlijk als economisch blok op te treden in de wereld, naar andere delen van de wereld. Om handelsakkoorden die er al zijn verder te verdiepen en nieuwe te sluiten. En tot slot moet je over de EU ook geen onzin verkopen. Dan ga ik toch even richten op een andere partij, de PVV, want ik heb me al de hele tijd ingehouden op dit punt.
als je al niet eens de consequenties van je eigen besluit uit de EU te stappen wil laten doorrekenen door het CPB, en als je nu al laat doorschemeren dat daar wel over te praten valt, terwijl niemand anders je daarin steunt, vertel het dan ook niet meer. Houd die mensen dat ook niet voor, dat je echt bereid bent het land op te offeren aan je eigen frustraties en eruit te stappen. Maar voer een buitenlands beleid zoals de VVD dat wil. Krachtig, zelfbewust, nuchter en realistisch. De SP heeft internationale solidariteit hoog in het vaandel staan. Maar wij realiseren ons ook dat je alleen maar daar wezenlijke invulling aan kunt geven als je ook zelf een sterke positie hebt. Economisch, juridisch, sociaal en op andere terreinen. En dat betekent dat je ook internationaal moet samenwerken om te komen tot een goede handel, tot een goede veiligheid die je samen organiseert in internationaal verband, dat je bereid bent daar je bijdrage aan te leveren. Voor ons betekent dat dat wij in onze programma's en in onze begrotingen uitgaan van 0,7, een bezuiniging op defensie, maar tegelijkertijd wel afspraken maken in internationaal verband waar je je ook aan wilt houden. Niemand iets voorhouden wat je niet waar kunt maken. Dat moet je in het binnenland niet doen, maar dat moet je ook in de internationale politiek niet doen. En dat betekent dat je je ambities zo moet stellen, en ook naar je Nederlandse bevolking, die daar in de belastingen aan meebetaalt, realistisch moet voorstellen. Daar staan wij voor en wij hopen dat we daar op 12 september ook de steun van de kiezer voor krijgen.